Rond 16:45 werd het gezellige druk in de Vechelse raadzaal. Om 17:00 wordt de naam bekendgemaakt van de fusiegemeente Schijndel, Vechel en Sint-Oederode. Wij geven een uitvoerig verslag van deze gebeurtenis. Welkom aan de alle belangstellenden, raadsleden, commissieleden, colleges van burgemeester en wethouders, medewerkers, ook in het bijzonder de mensen van de naamgevingscommissie, maar ook de indieners van de drie namen. We hebben ook die mensen in de gelegenheid gesteld om hier bij dit moment aanwezig te zijn. Ik wil graag Jetty vragen om ons bij dit toch wel heel historisch moment het woord te voeren. Dank u wel, Marijke. Tot u sprak de gemeentesecretaris van Vechel en voorzitter van onze projectgroep. Hartelijk welkom. Het is inderdaad volgens mij historisch, want het is hier ontzettend druk. Dus bedankt voor uw aanwezigheid op dit bijna etenstijdstip. En een moment waar lang naar uit is gekeken. En het gaat natuurlijk ook om iets belangrijks. Een belangrijk moment in ons proces om te komen tot een zelfstandige vorming van een nieuwe gemeente. Maar ik ga er toch eerst nog iets anders bij zeggen. Niet om dit hele proces te nuanceren, want wij zijn er erg blij mee. Dat er zoveel betrokkenheid is geweest en hopelijk ook de komende tijd zal blijven bij alles wat we gaan doen rondom die fusie. Maar, voor zover er nog enig misverstand over mag bestaan, welke naam het dadelijk ook zal worden voor onze overkoepelende nieuwe gemeente. Gij allen blijft gewoon wonen op uw eigen adres. Voor zover gij inwoner zijt van Schijndel, Sint-Oederode of Vechel. Dus het blijft gewoon Van der Landen, Van der Landenlaan of Eukster, Gouden Regenstraat, Schijndel, mevrouw Van Vught in Sint-Oederode of Nijnsel of wat, dat blijft bestaan. Maar wij dienen een nieuwe naam neer te zetten in onze boeken straks voor de nieuwe gemeente. Dus vandaar dat wij dit proces hebben gekozen en heel blij zijn dat we dit gedaan hebben en dat onze raden ook zo stoer zijn geweest, noem ik het maar, om dit proces ook over te geven aan de bevolking van onze drie huidige gemeenten. Want loslaten is niet altijd zo makkelijk en het is wel gebeurd en ik hoop ook dat de raden dit gestand doen tot 27 november, wanneer zij gaan stemmen over het herindelingsontwerp, inclusief de nieuwe naam van de gemeente die zo dadelijk bekend wordt gemaakt. En voor ik het ga onthullen, want ik ben heel blij dat ik dat namens ons allemaal mag doen, maar natuurlijk wil ik jullie ook wijzen op mijn collega's Peter Maas van Sint-Oederode en Ina Adema van Vechel, want wij zijn er alle drie net zo hard bij betrokken als degene die nou tot u spreekt. Maar ik vind het wel fijn om het te mogen onthullen. Gewoon, dat is veel belangrijker. Dus, let wel, dit is de naam die de minste stemmen heeft gekregen. Maar nogthans, dank voor degene die daar wel op gestemd heeft. Want het was ook een weloverwogen naam. Het was een weloverwogen naam, dus degene die daar gestemd hebben, ja, niet getreurd, maar hij is het niet geworden. Dat is Oevereen. Menigene denk ik gedacht dat dat een grote kanshebber zou zijn. Maar René zal er dan misschien ook niet zo vertellen. Maar volgens mij gaan we dan gelijk door naar één, hè? Ja, maar wat moeten we anders? Ja, u hebt het al door. U zult begrijpen, nee, eerst naar één. Dat we niet voezelen wat er achter twee zit. Eén. Nou, daar komt ie. Ja. Ja, u ziet het, hè? Het is mijn reisstad geworden. En dan zal ik toch voor alle eerlijkheid nog even laten zien. Ja, je weet maar nooit. Land van Rode, nummer 2. Als de lift er is, dan weten we het. Nog even inhouden, als de lift. René. Ja, dat is even wennen, denk ik, voor jullie. Ik ben al wat ouder dan deze. Ik ben al wat ouder en kan me herinneren in mijn jeugd dat prinses Marijke, zeg maar de blinde zus van Beatrix,
aangaf dat zij voortaan prinses Christina wilde heten. Dat was een verrassing, maar na een tijdje wist je niet beter. Of een modernere variant, ooit heette Chiquita Vijfus. Sommigen weten dat nog. Het is even een kwestie van wennen. En dat is ook het enige wat u als inwoners hoeft te doen. U moet wennen aan de naam, de burgemeester zei het al. Voor de rest verandert er voor inwoners althans helemaal niks. Eén probleempje, u kunt de naam Meijerijstad niet terugvinden in de Bos Atlas. Want deze gemeentenaam is namelijk geen plaatsnaam, maar een administratief begrip. En dat is voor buitenstaanders nog wel even lastig. Ik kom daar zo meteen op terug. Er is mij de afgelopen periode heel vaak gevraagd welke van die drie namen ik nou zelf het leukste vond. Ik ben heel erg blij dat ik dat nu kan zeggen. Want tot nu heb ik steeds mijn mond gehouden. Kijk, de commissie heeft, ere aan de commissie, goed werk gedaan. En drie namen voorgedragen die elk op een eigen manier die drie gemeentes verenigen. Het Land van Rode geeft aan de gemeenschappelijke herkomst van alle inwoners. Nou, Koevering, dat verhaal kent ook iedereen. Van die molen die stond op het kruispunt van de drie grenzen. Dat zijn dus namen die de eenheid zoeken in het verleden. Meijerijstad zoekt dat deels in de toekomst. En daarom is het ook, naar mijn oordeel, by far de beste en de sterkste merknaam die jullie binnen die drie hadden kunnen kiezen. En daar zijn twee hele goede redenen voor. Ik zei het al, een nieuwe naam heeft het probleem voor insiders dat ze eraan moeten wennen en voor buitenstaanders dat ze zich afvragen waar ligt dat toch in godsnaam. En laten wij nu Guus Meeuwis heel blij, heel dankbaar zijn dat hij dankzij zijn lied over Brabant de Meijerij een soort nationale bekendheid heeft gegeven. Waardoor in ieder geval buitenstaanders een vermoeden hebben waar die nieuwe gemeente ligt. En dat is van groot belang, want als ik u vraag, weet u waar Nissewaard ligt? Nee. Dat is een stad van 85.000 inwoners wat een nieuwe naam heeft gekregen. En u weet zelfs niet in welke provincie u die moet plaatsen. Dankzij Meijerij is dat nu wel gedaan bij deze plaatsnaam of gemeentenaam. En vervolgens stad. Stad is een buitengewoon correcte aanduiding voor een gemeente met bijna 80.000 inwoners. Even op Brabantse schaal. De nieuwe gemeente is de zesde stad van de provincie. Dus na Os, de Bos, Eindhoven, Tilburg en Breda uiteraard, na Os, maar groter dan Bergen op Zoom en Roosendaal. En waarom zou je in je naam niet je belang en je positie mogen uitdrukken? Natuurlijk zijn er ook tegenargumenten te geven. Bij die andere twee zou ik daar een half uur mee bezig zijn. En bij deze kan ik maar twee tegenargumenten verzinnen, want er zijn altijd tegenargumenten te verzinnen. Dat is nou eenmaal eigen aan een nieuwe naam. Ze zullen sommige mensen zeggen dat Meijerij ietsje groter is dan het grondoppervlak van de drie gemeentes. Ja, dat is waar als je het eeuwen terugkijkt, want toen was de Meijerij ongeveer het hele midden van Brabant. Tegenwoordig is de Meijerij een veel kleiner gebied, bevattende Schijndel, Veghel, Sint-Oederode en dan ook nog Bokstol, Sint-Michielsgestel, Haarlem, zo ongeveer die oostelijke kant. Ik vind dat geen enkel probleem, want u bent by far de grootste gemeente binnen die kleine Meijerij. En waarom mag je dan niet als hoofdstad van die regio afficheren? Bovendien lijkt me een aardige uitnodiging voor verdere herindelingen. Hoeft ook die naam voor de rest niet te worden aangepast. Moet ik wel zeggen, verdere herindelingen als je naar het oosten herindeelt, verder uitbreidt, dus richting Uden, dan wordt het wel lastig, want er hoorde die bij de Meijerij. Maar misschien dat u te zijner tijd, als dit zich ooit zou voordoen, dat probleem kunt oplossen door die nieuwe gemeente dan gewoon Uden te noemen. Als ik hier weerzin voel, dan begrijpt u een beetje de motieven van de besturen om inderdaad niet te kiezen voor een van de bestaande namen, want daar gaat het ook altijd om als het maar niet de naam van de ander is. Maar goed, dat was tegenargument Meijerij. Er zijn ongetwijfeld nog meer mensen geweest die zeiden van goh, stad, correcte aanduiding voor de omvang, maar het suggereert ook iets van stedelijke structuur. Voorzieningen en wat iets meer zijn. Nou, in voorzieningen voldoet denk ik de nieuwe gemeente nog wel aan het begrip stad. Maar een stad suggereert ook een zekere compactheid. Een aantal inwoners per vierkante kilometer, wat dat betreft is Meijerijstad een niet-stedelijke stad. Maar is dat nou een bezwaar? U weet het, ik weet het, maar de buitenwereld weet het niet. En vindt u het erg bijvoorbeeld dat Emmen zich een stad noemt? Dat is meer dan 100.000 inwoners. Vindt u dat erg?
terwijl daar minder inwoners per vierkante kilometer zijn dan in deze niet-stedelijke gemeente. Ik besluit met twee opmerkingen. De ene is van taalkundige aard en dat is dan meteen ook een test straks voor hoe snel de naam is ingeburgerd. Als je, het is even technisch hoor, een gemeente of een plaats wil aanduiden in de zelfnoemfunctie, dan heb je daar het lidwoord het voor nodig. Het Vught in vroegere eeuwen. Het Schijndel van gisteren. Als je dat bij Mijn Rijstad probeert, het Mijn Rijstad, dan klinkt dat niet lekker. Omdat je het nog niet ziet als een naam, maar als twee losse woorden. Mijn Rij en Stad. En Stad vraagt niet om het, maar vraagt om de. Ik geef u op een briefje dat binnen de kortste keren, dat gaat sneller dan u denkt. Mijn Rijstad tot een begrip is uitgegroeid en dan kunt u heel makkelijk over het Mijn Rijstad spreken. Bij tweede opmerking moest me heel erg haasten om hier op tijd te zijn. Ik vind het een zegen dat de gemeente van deze omvang en met deze stad ook straks toegankelijk is via een vierbaansnelweg langs de Zuid-Willemsvaart. Succes met de naam. Dank je René voor deze overwegingen. Ze zullen ons verder behulpzaam zijn volgens mij. En nogmaals dank voor de adviescommissie voor hun werk. Want het is toch gedegen geweest en zeker op degene die het bedacht hebben. Maar daar komen wij volgens mij ook nog later op terug. Want we kunnen vandaag niet helemaal afwerken, maar dat komt nog. Het is 16:45, dat hebben wij keurig gedaan. Ik heb gezien dat er al wel getwitterd is, dus ja, wat is gezag dan nog in deze, hè? Maar we nemen het wel waar, dat kan ik u zeggen. Maar volgens mij is het alleen enthousiasme en zo dadelijk malen we er niet meer om, want het is bekend. En wij gaan dit opnemen in het herindelingsontwerp, waarover later. We gaan het best volgens mij te woord staan. En dan zult u zeggen, ja, dat is even kort, maar volgens mij is er ook nog gelegenheid om elkaar nog even te spreken, of niet? Ik zit nog even tussen twee vuren, tussen Lisette en Marijke, maar dat ga jij vertellen. Dank nogmaals voor uw komst en de bereidwilligheid om aan dit proces mee te doen, want wij gaan ermee voort. We hebben al heel veel betrokkenheid gezien en we hopen ook dat dat zo blijft de komende tijd. Hartelijk dank. Een vraagje, hebben jullie al erover nagedacht hoe je de nieuwe naam zou kunnen promoten binnen Nederland? Ja, ik denk dat dat vanzelf komt als de Raad na 17 november hier ook echt definitief voor kiest. En dan gaat de herindelingsprocedure verder en dan komt er op een gegeven moment natuurlijk ook een nieuw logo, maar dat duurt allemaal nog even hoor. En dan gaat dat wel leven. Maar wat ik straks hier ook gezegd heb bij bekendmaking van de naam, wat heel belangrijk is naar de mensen toe en naar de bedrijven, jullie blijven wel je huidige adres houden. Mijn Rijstad is onze werknaam, de overkoepelende naam. En die gaan we natuurlijk promoten, want we vinden hem belangrijk. Maar ook belangrijk vinden we dat Mars in Veghel blijft en De Wit in Schijndel en Arend in Sint-Oederode. Want dat is ook ontzettend belangrijk voor de menselijke beleving volgens ons. Dus in de praktijk gezegd, hè, hoe zou er dan mijn postadres uit moeten zien? Als ik de straat opgeschreven heb, wat moet ik dan schrijven als ik uit Sint-Oederode kom? Dan neemt u uw huidige straat en uw huidige postcode en uw besluit met Sint-Oederode. Dus ik hoef de nieuwe naam hoef ik helemaal niet te vermelden? Nee, dat hoeft u niet te doen, maar wij zullen dat wel moeten doen. Want wij moeten ook wettelijke procedures doorlopen. En dan kun je kiezen voor, we nemen de naam van de grootste gemeente. Nou, wij dachten dat dat geen goede oplossing was. En dat we graag vanuit de mensen de naam wilden laten komen. En die nieuwe naam, die wordt straks overkoepelend voor de gemeente. En dat zal ook op ons briefpapier op een gegeven moment verschijnen. Maar voor de mensen in de bedrijven in de dorpen, nu verandert er in feite helemaal niks. Maar later in de toekomst zal dat zeker wel gaan gebeuren, verwacht ik. Ja, dat kan best zijn, hè? Want we krijgen natuurlijk ook borden straks bij de ingangen van de gemeente. En dan staat er, uw adres nemend, Sint-Oederode, gemeente Meijerijstad. Dat zie je natuurlijk wel verschijnen. En hoe gaan we dat oplossen met Wijbos en Holland? Eerder. Waar komen we er allemaal op te staan? Ja, ook daar staat er Wijbos gemeente Meijerijstad en Eerde gemeente Meijerijstad en Holland gemeente Meijerijstad, waar nu nog staat Holland gemeente Sint-Oederode. Dat gaat straks gebeuren. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ja, de vraag of deze keuze nog gevolg heeft voor het archief waar ik werk, het Brabants Historisch Informatiecentrum. Wij bewaren alle archieven van alle gemeentes. Gaan wij nou ook de archieven van Schijndel, Veghel en Sint-Oederode op één grote hoop gooien? Nee.
blijft allemaal Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. We gaan wel een nieuwe kast maken, mee Rijstad. Maar voordat die gevuld is, duurt wel weer even. Want de gemeente moet nog beginnen. Die kast, waar komt die te staan? Die komt in het depot, in Den Bosch. Daar hebben we onder de grond ruimte voor 40 strekkende kilometer oud papier. Dus die kast die kan er nog wel bij. Gaan we verder.